In het verleden hebben wij de meest memorabele dashcams bekeken. Die zitten in ons brein geschroefd. Dan kan je bedenken van, goh, wat kan daar overheen? Wat kan dat nog overtreffen? Ik heb voor jou dashcam compilatie Nederland nummer 3. Autootje, vlammetje, insane vlammetje. Insane wordt omgeven door vlammen. Ik weet niet of dat een voorbode is dat we daadwerkelijk auto's gaan zien die in de fik vliegen. Maar het is insane. Tot dusver deze aflevering van Dashcams. What the fuck? Vrachtwagen. Je vracht is er niet meer, dus we noemen je nu gewoon wagen. Je zal er maar achter rijden, joh. Je schrik je het liplazerus. Heerlijk van links ingehaald worden bij stoplichten op een punt waar je eigenlijk helemaal niet ingehaald mag worden. Maar autoregels gelden niet voor hun. Nee. Mensen die haast hebben, die hebben een andere set regels. Is vernomen. Er kwam er nog één. En die botste ook vervolgens tegen de andere op. Echt, grijzer kan je er niet van worden. Wat maak ik nou weer mee? Wie doet dit? In wat voor menselijke staat moet je zijn dat je eerst links inhaalt op een punt dat je niet mag inhalen? Om erachter te komen van, oh shit, er is helemaal geen ruimte. Dan maak ik maar ruimte. En dan vervolgens nog tegen je voorligger aanknallen. Waar ben je mee bezig? Hallo? Ok, tak. Ik wil graag even mededelen. GTA, geen simulatiegame. Doe het niet na. Het zal niet zo gaan zoals je verwacht dat het gaat. Te veel impulsen. Ik weet niet waar ik naar moet kijken. Waar moet ik naar kijken? Ah, de middelste baan is vernomen. We spoelen terug. Deze middelste baan. Ophoping. Tok, 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 tok. Dat is wat we noemen in de volksmond een kettingbotsing. Wat die heeft veroorzaakt... Geen idee. Waarschijnlijk of een invoeging of een persoon gaat plotseling op de rem. Er gebeurde iets abrupts en niet iedereen let op. En dan krijg je dat. Daarom moet je ook afstand bewaren. Is dit bij Hilversum in de buurt? Wat de fuck doet die nou? Wat doet die nou? Die maakte zo'n abrupte beweging naar rechts. Je let op. Oké, ik snap dat je afslag wil halen, maar weet je, er is nog altijd de volgende afslag. Nederland is niet zo groot dat je zit van, shit, ik heb de afslag gemist, nu moet ik 60 kilometer omrijden. Nee, het is meestal is er gewoon 1 kilometer verderop nog een afslag. Maar ook de abruptheid waarop de beweging werd gemaakt. Dus bij mij werd altijd verteld, vloeiend. Doe het zo vloeiend mogelijk. Dus voor de rijervaring is dat prettig, maar ook voor je omstanders is dat prettig. Want die kunnen dan zien wat er gebeurt in plaats van dat er ineens van... opgeschoven wordt. Njong. Zei die nou curva? Volledig mee eens. Een dikke vette A-klasse voor je mik. Die op de rem gaat. Daar is Mot. Mot tussen de twee. Ja, en dan wil je er rechts langs en dan gaat hij uiteindelijk weer vervolgens voor je staan. Wat bezielt je om dusdanig zo iemand te breakchecken? Ik denk dat we allemaal, als we in de auto zitten, willen we gewoon heel uit op een normale manier op onze bestemming aankomen. Dit valt daar niet onder. Die gaat gewoon nagenoeg... Hij gaat stilstaan. Ja, dat is de truc. Uit laten stappen en dan doorrijden. Dat is de truc, goed zo. Maar wat denk je dan op te lossen? Dus laten we hier stil gaan staan. Kunnen vooral geen ongelukken gebeuren. Kan vooral totaal niet iemand tegen ons oprijden. En ons volledig scheppen, waardoor we minimaal onze benen breken. Inschattingsvermogen ver te zoeken. Oeh. Ah, dus op die manier gebeurt dat. Ja, ja. Al rij je zelf op zulke soort weggetjes. Dan zie je af en toe inderdaad wel zo wat gras of modder... opgeschopt zien zijn. Zie je zo'n bandenspoor er doorheen. En dan vraag je je wel eens af. Goh, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Zo. Wat is het voor straatrace aan de rechterkant? De weg waarop de dashcam bestuurder rijdt. Is een weg waarop je hoogstwaarschijnlijk 50 mag. Gewoon binnen de bebouwde kom. Normaal. Daar aan de rechterkant. Dat is een wijk. 30 km per uur. Dat is één baans.
En dan mag je aan de rechterkant mag je gewoon parkeren en links rijden er langs. Dan is het niet de bedoeling dat je er rechts over de stoep heen gaat met je klote golf. Oh, een busje ineens. Ja, die hebben mot. Die hebben mot met elkaar. Wat daar heeft voorgevallen, weten we uiteraard niet. Maar het valt wel onder vlammetjes emoji, insane vlammetjes emoji. Moet zeggen, voldoen we nog steeds aan. Dan ga je bijna denken, hoort die scooter er ook nog bij. Oh, busje over de stoep, rijdt bijna de scooter aan. Over het gras. Mensen denken echt dat het fucking GTA is. Je zou bijna denken dat die ene gozer in het busje een aannemer is of een loodgieter of zo. En die heeft compleet zijn werk vernacheld. En dat die persoon in de golf erachteraan gaat die compleet over de rooien is. Dat kan ik me inbeelden dat er is gebeurd. Voor de rest zou ik het niet weten goed te praten. Ah, is verneemd. Deze heb ik volgens mij wel eens eerder gezien. En hierna komt een klapper. En niet zo'n klein ook. Zo is het dom dat hij hierover gelogen zou hebben. Maar goed, de vraag was natuurlijk ook wat ging die uitzending brengen. Want tevoren werd echt wel gezegd. Ja, wat valt daarop aan te merken behalve... eigenaardig. Maar goed, de vraag was natuurlijk ook bonk. Ja, intentie? Geen idee. U-turn wellicht? Dat hij hierover gelogen zou hebben. Maar goed, ja, het is op een gegeven moment zeg maar... Al maak je een bocht... Dan moet je op een gegeven moment... Moet het stuur weer recht. Zodat je rechtdoor kan gaan. De wereld is niet krom. Ook al voelt het af en toe wel zo. Vrachtwagenindustrie terrein. Pakketjes bezorgen in een gele bus. Ik weet niet wat voor bus het is, maar het lijkt zo'n pakketjesbus. Oh, die gaat er ook wel echt dusdanig snel doorheen dat je zit van... Nou, die moet net even iets meer lading hebben voordat de dingen... Provinciale weg. Brrrr. Oh. Oh. Ik veranderde daar ook gewoon even in Scooby-Doo of zo. Maar dit merk ik de laatste tijd ook zo erg. Ik weet niet wat het is. Alsof 2023... Nou, het gebeurde ook in 2022. Maar 2023, een nieuw voornemen. Niemand geeft mij meer ruimte op de weg. Ik weet niet wat het is. Of ik kom bijzonder veel oude takken tegen die de breedte van een auto gewoon niet meer kunnen inschatten. Of mensen willen me gewoon per se disrespecten. Geef me de ruimte. Ik geef jou de ruimte. Geef mij de ruimte. Geef elkaar de ruimte. Nogmaals, provinciale weg. Ja. U haalt hierin. Geen kwestie van mag dat, maar is dit wel zo wijs? Het is niet wijs. Ah, woega, dit is wel eentje met billenknijp gehalte hoor. Och, och, och. Is een Mercedes, hè? Letten we allemaal even op. Mercedes. Dat is boven alles. Mag het niet? Ten tweede. Het is ook... Wat bezielt je? Oké, ik snap. Ik snap je intentie. Ik snap het. Alleen, weet je, je gaat zo'n manoeuvre uithalen. Je hebt toch wel in je spiegels gekeken, mag ik hopen? Ja, dikke tyfus. Rijbewijs afpakken. Dat is het enige wat ik erop kan zeggen. Pak die rijbewijs af. Oh, weet je dat er nog eentje ineens bij komt? Die gaat prikken met het ritsen? Ja... Was zo voorspelbaar. We zagen hem al vanuit Tokio aankomen rijden. Auga. Niet doen. Nee, fout. Goed reactievermogen. Dat mag ook wel gewoon even geapplaudiseerd worden. Goed gereageerd. En een bruine broek, maar daar spreken we niet over. Wat? Waarom ren je weg? Ah, joyriden. Hoogstwaarschijnlijk. Het lijkt me natuurlijk overduidelijk wat hier fout is. Scooter vanuit een verhoogd gedeelte moet stoppen. Staat zelfs ook nog haaientanden. Ja, dus de auto voorrangsweg schept de scooter. De twee jongens vliegen zoals
circusacrobaten nog nooit hebben gedaan. Nemen vervolgens met de adrenaline die je lichaam bezit, de benen. Ik zou giftig zijn. Maar, ja, weet je, neem even een foto van de situatie. Film even wat er is gebeurd. Uiteraard het kenteken van de scooter even noteren en de politie contacteren. En natuurlijk blij dat er, zeg maar, een camera gemonteerd zat op een muur die dit kruispunt aan het filmen was. Die had het waarschijnlijk gedaan omdat het vaker gebeurde. Mijn favoriet. Heerlijk. Heerlijk. Tuurlijk. Twee banen die naar links toe gaan. En de linkerbaan besluit nog dat de bocht nog ineens voorbij is. Al gelijk naar rechts toe te gaan. Inschattingsvermogen. Jongens, kom op. Goeie pit. Kut, het is een BMW-rijder. Kut. Nee. Doe het ons niet aan. Deze is bij Amsterdam. Rijdt in de tegengestelde richting. Hoe krijg je het voor elkaar? Ik wist het. Ik wist het. Ik wist het. Ik wist dat die wilde gaan draaien. Ah, oh, de pijn. Die heeft een afslag genomen. Die was dicht. Hè? Er staat hier een kruisje. Nee, ga dan eerst even achteruit. Ga dan eerst even... Ga dan... Pijn. Pijn. Cringe. Waarom heeft men een hekel aan wielrenners? Aanschouw. Sodemiet erop. Helemaal wild. Dit is toch genieten. En de grootste slachtoffer is nog dat gele busje ook. Dat is zo zonde. Houdt hij hem? Houdt hij hem? Ah, dat vind ik wel netjes. Dat die andere omstander ook gewoon direct aan de kant gaat. Die ging ook gewoon gelijk knipperlicht uit en aan de kant. Maar wat een apart scenario. Eentje gaat naar rechts, de ander gaat naar links. Ja, de meest rechter zit nog het foutst. De linker wijkt uit. Klettert vervolgens tegen het busje op. En die is de grote lul. Dit is inderdaad wel scheid. Want ik weet waarom deze naar rechts toe ging. Die zag het busje, of het gele busje aankomen. En denkt van oké, ik ga aan de kant. Die heeft wat meer vaart. Weet je, die wil er gewoon langs. Die gaat vervolgens naar rechts toe. En de rechterbaan die wil naar links toe. Want die wil zijn voorstander inhalen. Klote scenario. En heel aannemelijk dat dit kan gaan gebeuren. Maar uiteindelijk, ja, dit busje heeft gewoon niet goed gekeken. Dat is de fout. U haalt hier rechts in, mag dat? Geen uiting van frustratie, helemaal niks. Maar wel vrolijke frikandellenmuziek op de achtergrond. Ik vind dit scenario insane. Het staat er al, vlammetje emoji, insane vlammetje emoji. Ja. Ze zijn nog allebei in rustige gemoedstand. Vind ik mooi om te zien dat het ook zo kan. Tuurlijk zullen ze niet blij zijn met het scenario. Maar ze vliegen elkaar ook weer niet te kraag in. Luitjes, ik vind het best. Dit was insane. De titel voldoet. Het was geen clickbait. Twee video's daarnaast mij maken gebruik van. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.